beste kijkers. We zijn op kantoor bij de minister van Volksgezondheid, de heer Amar Ramadan. En met de minister gaan we nog even napraten over de maatregelen die door de president van de Republiek Suriname, de heer Chandrika Prasad Santokhi, zijn aangekondigd. De verscherpte maatregelen wel te verstaan in het kader van de aanpak van de COVID-19-crisis in Suriname. Minister, er is wat onduidelijkheid bij de samenleving met betrekking tot de maatregelen. Zeker als we bijvoorbeeld pakken het gedeelte van de lockdown in het weekend. Zou u ons meer duidelijkheid kunnen geven daarover? Er zijn harde indicaties en de feitelijke omstandigheden zijn ook aanwezig dat we zo meteen op een punt komen waar we de situatie mogelijk uit de hand kan lopen. In dat kader hebben we een spoedoverleg gehad. Het is de regering, de president, de vicepresident, de vakministeries, de Nationale Assemblée met de vertegenwoordiging als de COVID-commissie van de Nationale Assemblée, de handhavende instituten zoals NCCR, DNV en de ministerie Jeuspol Defensie. We hebben allemaal een heel breed overleg gevoerd gisteren, urenlang, na de Raad van Ministersvergadering. En feitelijk is de conclusie dat we in grote problemen komen als we niet stringenter en strakker onze maatregelen gaan toepassen. Dus in dat kader zijn de maatregelen enigszins verscherpt. We kunnen nog niet helemaal verscherpen naar een full lockdown, bijvoorbeeld voor 2-3 weken. Dat zou nu niet haalbaar zijn en dat zou ons ook veel praktische problemen opleveren. Laat me beginnen met de meest aandachttrekkende maatregel die is aangekondigd door de president, namelijk de maatregel van een lockdown. Waarom hebben we gekozen voor een gefaseerde lockdown? Dat wil zeggen 1 dag lockdown en de andere dagen normaal, dus 8 tot 5. Met een verhoging van de handhaving, dus dat de controle op de naleving van maatregelen strak wordt. We hebben gekozen ervoor om op de zaterdag, en dus aanstaande zaterdag, 22 augustus, de lockdown toe te passen. We doen het omdat de bewegingen, zoals uit het veld gerapporteerd, op zaterdag heviger zijn dan de weekdagen. Door de hele dag heen zijn er activiteiten. Mensen komen bij elkaar. Maar ook in de avond zie je dat het weekend nog steeds gebruikt wordt door personen, door individuen, om ontmoetingen te organiseren, feesten te organiseren en alle andere zaken. Dus in dat kader gaat per vrijdag 21 augustus om 8 uur 's avonds, want dan geldt de eigenlijke uitgaansverbod. Dus van vrijdag aanstaande 21 augustus 8 uur 's avonds door zaterdag de hele dag tot zondagochtend 5 uur in de ochtend geldt er een full lockdown. Dat betekent dat niemand zonder toestemming zich op de straat of in het openbaar mag begeven. Dat is de maatregel die is ingevoerd en dit is voorlopig een maatregel dat zal gelden voor dit weekend, dus 21-22 en ook voor volgende week. Dat is 28 op 29. En we zullen dat goed doorcommuniceren naar de samenleving. We hebben niet ervoor gekozen om een heel weekend lockdown te doen, omdat u weet dat er ook andere activiteiten dienen plaats te vinden, economische activiteiten, zoals de markten. Dat geeft een stukje garantie voor voedselvoorziening. Mensen moeten aan groenten kunnen komen. U weet dat de zondagmarkten een belangrijke rol spelen. Maar ook willen mensen hun activiteiten doen. Religieuze activiteiten en andere activiteiten. Weliswaar zal de naleving van maatregelen, de naleving dan op de handhaving van maatregelen, geïntensiveerd worden. Dus als u naar de markt gaat zondag, gaat u zien dat er wat meer manschappen van het leger of de politie aanwezig zijn om erop toe te zien. Dat er geen samenscholing plaatsvindt van mensen. Dat de mensen echt wel daar alleen komen om hun groenten te kopen en niet om een hele conferentie daar te houden met elkaar. En dat de afstanden tussen klanten en venters ook nageleefd worden. Dus dat van de markten, er zijn protocollen. Dus de markten, los van de zondag, ook de algemene markten, zullen open zijn met duidelijke richtlijnen en intensieve en geïntensiveerde naleving. Dus de mensen gaan daar aanwezig zijn, het leger hebben we gevraagd om ons daarin te helpen. Dus ik hoop dat dit
duidelijk is. Verder gelden nog steeds een aantal maatregelen en zijn een aantal ook aangescherpt. Ik ga dit gauw doornemen. Algemene maatregelen, want daarmee begint het. We moeten niet zaken gaan doen en dan vergeten onze algemene zaken. En ik ga het weer herhalen. Maatregelen die te maken hebben met algemene adviezen. Dat betekent, u gaat nog steeds verplicht uw mondneusbedekking opzetten zodra u uit huis gaat, in contact komt met anderen of als u ruimten betreedt waar andere personen aanwezig zijn. Als u buiten gaat om bijvoorbeeld te joggen, alleen hoeft u geen mondneusmasker op te zetten. Geen mondneusbedekking. Als u gaat naar buiten en u gaat alleen in uw auto, hoeft u geen mondneusbedekking op te zetten. Maar als u gaat naar buiten en u loopt naar de hoek en u ontmoet een paar vrienden, of wat kennissen, dan is het wel verplicht om iedereen die daar aanwezig is een mondneusbedekking op te zetten. Dat is belangrijk om te weten, want er is veel onduidelijkheid hierover. En eerst, de politie gaat er zijn. De politie surveilleert ook vanaf nu intensiever. Als dit geconstateerd wordt dat u zich in een groep bevindt, dat wel, die groepen mogen ook niet groter zijn dan 5. Als u zich in een groep bevindt van bijvoorbeeld 8 personen, gaat de samenschool en dan wordt u beboet daarbij. U wordt gewaarschuwd, beboet. Maar ook als u geen mondmasker hebt, wordt u ook daarvoor aangesproken of eventueel beboet. Verder is het belangrijk dat we alle tijden dagelijks regelmatig onze handen wassen met water en zeep gedurende 20 seconden. Of u maakt gebruik van een hand sanitizer. En de COVID-afstand zoals we die hebben aangekondigd, de COVID-afstand van 1,5 meter moet altijd in acht genomen worden. Dat zijn algemene adviezen die we geven. Het tweede is, los van die lockdown die ik daarnet heb besproken, geldt nog steeds dat er een uitgaansverbod is van 8 uur 's avonds tot 5 uur in de ochtend. Dat is elke dag geldig. Met uitzondering van natuurlijk een medisch spoedgeval. Als u ziek bent, moet u niet denken van ik mag niet op straat. Nee, u gaat hulp zoeken. Dus u mag op straat. Als u naar de SEH of de spoedeisenhulp of een arts moet bezoeken buiten, dus in het uitgaansverbod, dan mag dat. En essentiële diensten. De essentiële diensten die zijn nader omschreven. Dat is een hele lange groep. Maar het zijn mensen die... Dat komt natuurlijk ook in de communicatie naar voren. We hadden een maatregel. Dat is maatregel 4 dan. Waarbij we zeggen dat restaurants... Het was toegestaan op open terrassen. Dan te dineren. Indoor dining. Dus binnenshuis, binnensgebouw. Eten met elkaar was verboden. Vanwege de slechte ventilatie. En buiten mocht het wel op terrassen. Wat we hebben geconstateerd in de 2-3 weken dat we de maatregelen hebben toegepast, dat het nog niet werkt. En we hebben dus nu besloten om ook de terrassen, dat moet u als aanscherping zien van die maatregelen, om de terrassen ook af te schaffen tijdelijk. Dus op dit moment worden zullen de restaurants alleen open zijn voor afhaalservice of leveringsservice. We hebben nu gezegd in de spoedoverleg gisteren, op alle feesten die gehouden zullen worden, inclusief huisfeesten, zal er ook zwaar worden gecontroleerd, want het is verboden. We zullen weer feesten en we snappen het. Mensen willen iets gedenken. Sommige mensen worden rondgetaald. U weet hoe het is in Suriname. We hebben een multiculturele samenleving. Ieder wil op hun eigen culturele wijze hun geboortedag of een andere herdenkingsdag gedenken, of feesten. Dat kan even nu niet, mensen. We doen een dringend beroep op u. Zodra het weer mogelijk is, zullen wij dat weer toestaan. Een hele belangrijke maatregel, en daar wil ik heel duidelijk over zijn, is dat wij hebben gezegd, het bruiloften, rouwzittingen, religieuze bijeenkomsten en uitvaarten wel mogen plaatsvinden. Let erop, het mag. Maar niet meer dan 5 personen die tegelijk op 1 moment op die plechtigheid aanwezig zijn. Dus, en moet je nog steeds de COVID-maatregelen blijven in acht nemen. Dus ik neem aan een uitvaart, dan mogen er meer mensen komen. Maar de controle en de organisatie moet dusdanig zijn dat op het moment van afscheid nemen je maar 5 personen daar hebt tegelijk. Maatregel 7 is namelijk dat wij zeggen dat alle sportscholen, sportvelden waar het contactsporten zijn,
waar ook gesport wordt, maar met contactsporten bedoelen we teamsporten, zoals basketbal, volleybal, voetbal, slagbal, alle andere vormen van teamsporten verboden zijn, gesloten zijn dus. Recreatieorde ook gesloten. Casino's, gok- en vermakelijkheidsgelegenheden. Kansspelkantoren, u kent die kantoren. Die kleine units waar mensen gaan sportbetten. Ik wil geen naam noemen, maar waar mensen gaan sportbetten. En dat zijn vaak kleine units, slecht geventileerd, sommige ook airconditioned. En de mensen staan op elkaar. En dat zijn potentiële centra waar die verspreiding plaatsvindt. Bars, clubs, dancings en bordelen zijn nog steeds gesloten. Tot slot, minister. Nogal wat reacties zijn er nogal wat reacties losgekomen nadat de maatregelen zijn aangekondigd gisteren door de president. En je hoort zaken als, ja, maar eigenlijk worden we nog meer gedupeerd. Hoe staat u daar tegenover? We hebben die reacties ook gehoord en we zien het ook. We kregen ook constant apps binnen, berichten binnen, mails binnen. Komen mensen zelfs klagen. We hebben het gezegd. Die maatregelen zijn absoluut niet bedoeld om u te pesten of om u te pijnigen. We hebben een besluit genomen op basis van onze bezorgdheid en onze feitelijke situatie in het land. Als wij wat meer ruimte hadden, wat genoeg doktoren hadden, genoeg verpleegkundigen hadden die de zorg kunnen bieden, ons mortuarium zelf is vol. Dat betekent, we kunnen het bijna niet meer aan. En we hebben puur op basis van die informatie en die feiten een besluit moeten nemen. Wij geloven erin als overheid en u moet ons geloven in ons. Wij geloven erin dat met de verscherping van de maatregelen de transmissie, dus die verspreiding van het virus, geremd wordt. En als we die remming kunnen bewerkstelligen, dan hebben we weer wat ruimte, wat ademruimte. En dan zult u ook merken aan ons, het moment dat wij tevreden zijn en de situatie weer overzichtelijker kan maken voor ons in het ziekenhuis en alle andere faciliteiten. En ook onze doktoren en verpleegkundigen wat meer ademruimte hebben en wat rustiger zijn. Dan gaan we weer over naar versoepeling. We vragen de medewerking van de gemeenschap om dit goed te begrijpen. En ons adviezen ook echt op te volgen, mee te werken. We kunnen het als land. We hebben bewezen grotere stroomversnellingen, grotere soelas zoals we ze kennen, te kunnen doorstaan. En we willen graag teruggaan naar het normale. En de hele wereld heeft het probleem op dit moment. We zijn niet het enige land. In vele landen zijn er problemen. In alle landen eigenlijk zijn er problemen. Maar we hopen met de medewerking van de Surinamer, elke Surinamer waar u ook bent, let op uzelf. Eet gezonde voeding. Beweeg. U ziet het, we zeggen ook dat je niets mag. Je mag buiten gaan sporten, je mag gaan tuinieren in je tuin alleen. Beweeg, eet gezonde voeding. Zorg ervoor dat je genoeg water drinkt. Probeer jezelf weerbaar te maken, want het is niet ver van je. COVID in Suriname is er overal. Het is al gebleken uit de statistieken. Adena Sanang, I can take you anytime. Dus wees ervoor, wees goed voorbereid erop. Neem de bescherming. Zorg ervoor dat je jezelf goed kan weerbaar kan maken. En indien nodig, raadpleeg je huisarts, omdat de huisarts de eerste persoon is die je met medische adviezen kan helpen.